Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op vrijdag 7 juni. Het is rustig nu nog in het land, maar vanuit het zuidwesten komt een storing onze kant op. En we moeten er rekening mee houden dat er later vanmiddag en met name ook vanavond het enige tijd slecht weer wordt op de meeste plekken in Nederland als een buienlijn gaat passeren. We zien op de weerkaart een lage drukgebied boven het westen van Frankrijk en Groot-Brittannië en daaromheen een mooie krul met bewolking en neerslag. Dat is een koufront dat langzaam maar zeker onze kant op gaat komen. Voor dat front uit kunnen er later vanmiddag enkele stevige buien tot ontwikkeling komen, die ook van zuid naar noord over het land trekken. Morgen staat er veel wind als het lage drukgebied over het zuidelijk deel van de Noordzee trekt. Met name in de kustgebieden kunnen er zware windstoten voorkomen en is het vrij onstuimig. In het binnenland is de wind ook vlagerig, maar niet zo hard als in de kustgebieden. Ja, ik zei het al, er komen zware buien onze kant op. En dat betekent dat er voor later vanmiddag en vanavond. code oranje uitstaat in een groot deel van het land. En dat heeft te maken met de buien. Onweersbuien die lokaal zware windstoten kunnen gaan opleveren. van zo'n 75 tot 100 km per uur. En het is zeker niet uitgesloten dat op een enkele plek nog zwaardere windstoten voor gaan komen. De afgelopen dagen hebben we dat ook gezien met die onweerstoringen die overtrokken. Het slechte weer duurt niet echt heel lang. Het is kortstondig, een half uur tot een uur. En het strekt zoals gezegd van het zuidwesten naar het noordoosten. Niet alleen windstoten, er is ook kans op hagel, bliksem natuurlijk. En plaatselijk kan er in korte tijd flink wat water vallen. Als we dat in weer uitdrukken, dan ziet dat er als volgt uit. Aan het eind van de middag, zo tussen 4 en 6, verwachten we de eerste buien in Zeeland en Limburg. En dan trekken ze naar het noordoosten. En rond een uur of negen vanavond, dan zijn de zwaarste buien weer het land uit. Zoals gezegd, kan er per locatie ongeveer een uur of een half uur zwaar weer optreden. En dan zijn dus die zwaarste buien aanwezig. Voor die buien uit overigens vanmiddag is de temperatuur wel opgelopen naar zo'n 20 tot 25 graden. Vanavond daalt die temperatuur naar een graad of 16. De wind die wordt geleidelijk aan zuidelijk en zal in de loop van de nacht gaan aantrekken. En dan krijgen we morgen dus te maken met die onstuimige wind. De wind die is... Vrij krachtig tot krachtig over het algemeen uit een zuidwestelijke richting. Aan zee is de wind ook af en toe hard of zelfs stormachtig. En er komen dus zware windstoten voor van zo'n 75 tot 90 kilometer per uur. De zwaarste windstoten die verwacht ik in het noordwesten van het land en ook in een deel van Friesland en rond het IJsselmeer moeten we rekening houden met die windstoten. Die wind die blijft ook de hele dag staan, pas in de avond neemt de wind af. En de temperaturen morgen die liggen ergens tussen de 16 en 19 graden. Ja, en dan wordt het... Morgenavond dus rustig wat de wind betreft. En dan ziet eerst de Pinksterdag er heel aardig uit. Het blijft droog en de temperatuur loopt in de middag op naar zo'n 18 tot 22 graden. Er zijn zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige wind. Tweede Pinksterdag moeten we toch wel weer rekening houden met neerslag. Met name in het tweede deel van de dag zal de paraplu weer goed van pas komen. Temperaturen liggen tussen de 18 en 20 graden. En ook na Pinksteren blijft het voorlopig nog wisselvallig met maxima ergens tussen 20 en 25 graden. Maar mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne vrijdag.